er zijn er twee die je zo kunt verwijderen. Vliegers, ballonnen, vogelafweerkanonnen, geluidsapparatuur, een startpistool. Het mag niet baten. Vogels, en dan met name kauwen, die pikken in de peren van Leen van Doorn uit Sint-Annaland. Die peren gaan vervolgens rotten en ook het fruit ernaast bederft. Duizenden peren verliest hij door de vogels. De schade loopt op tot zo'n 6.000 euro. De bedoeling is dat de wildbeheerseenheid dat die een gerichte actie gaat ondernemen, gezamenlijk. Om heel Eiland Tholen eens een keer de populatie terug te brengen. Eén individuele jager die een paar keer komt schieten, dat helpt onvoldoende. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij een brief naar gedeputeerde staten gestuurd. Stichting Wings to Victory wil Vliegveld Midden-Zeeland een geheel nieuw uiterlijk geven rond de thema's vliegeniers in de Tweede Wereldoorlog en de historie van de Zeeuwse luchtvaart. Een soort museum zit daarin, maar daarnaast ook allerlei historische gebouwen, wat op zich een uitstraling heeft als zijnde van een oud vliegveld uit de oorlogstijd. Ja, met als hoofdgebouw eigenlijk een hangar waar we de verschillende vliegtuigen kunnen tentoonstellen en waar we ook proberen om een restauratieproject op te starten. Wings to Victory presenteert het plan in september officieel aan Vliegveld Midden-Zeeland. De luchthaven moet dan nog beslissen of ze hier aan mee wil werken. We zijn vandaag op camping Ons Buiten in Oostkapelle. Wat dacht u toen u het zonnetje zag vanochtend? Nou, ik denk, ga eruit, lekker naar het strand zo. Ik vind de camping mooi, mooie kleine veldjes. We hebben het geluk met leuke mensen om ons heen. Dus ja, heerlijk. Prima camping. We hebben lekker weer, dus dat, ja, dat maakt het helemaal tot een prima vakantie. Ik vind hem heel leuk. Fijne kinderattracties op het veldje. Dat vind ik mooi. Wat maakt deze camping zo anders dan andere campings? Nou, ik vind het heel luxe eigenlijk. Het is te schoon. Er zitten eigenlijk alleen maar gezinnen met kinderen op de camping. Is deze camping top of flop? Top. Ik vind hem richting top. Top. Ja, absoluut. En dan krijgt u nog het weer. Geniet nog even van het lekkere weer, want vanmiddag is er alweer kans op bewolking. De wind trekt dan ook iets aan. De temperatuur blijft hangen rond zo'n 18 graden.